Pieter, welkom. De eerste gast bij Rondje Urenborg van Martini Sport. Je bent hier nu 8 maanden werkzaam bij FC Groningen. Voel je jou een beetje thuis? Ja, kijk, eigenlijk moet je zeggen, ik ben weer werkzaam. Hè? Want ik ben natuurlijk met Groningen vanaf mijn allereerste moment in betaald voetbal heb ik een speciale band. Eerst als speler, later natuurlijk ook lang nog als jeugdtrainer. Ja, en nu weer terug als hoofdtrainer. En, ja, het mooie van deze club is de continuïteit. De mensen, wat toch heel belangrijk is voor een club, die nog steeds eigenlijk hetzelfde zijn. De jongens die er al waren toen ik als 16-jarige eigenlijk binnenkwam. En die zijn er nu nog steeds. Ja, dat zijn vooral inderdaad de eerste wedstrijden geweest die ook belangrijk zijn geweest voor ons seizoen. Als je begint met Ajax thuis en AZ uit, dan weet je, dat is geen gemakkelijk begin. Nou, we kwamen tegen Ajax kwamen we achter hier. En kwamen op een geweldige manier met de steun van het publiek kwamen we terug. Nou, en dat geeft dan een beetje de richting van het seizoen aan. De wedstrijd erachteraan tegen AZ, daar komen we op 1-0 voorsprong. En ja, we pakken ook een punt. Dus dat maakt het wel makkelijker om te beginnen. En dan ben je ook een beetje door die spanning heen. Want ja. Ik heb wel gemerkt, overal waar ik voor het eerst trainer ben, is de eerste wedstrijd ook de meest spannende. En hoeveel helpt het dat de prestaties goed zijn? Neem aan dat helpt wel. Dat helpt wel. Tegelijkertijd vind ik het soms ook zelfs wel lekker dat het een keer wat minder gaat. Omdat je juist dan weer vaak een grote stap vooruit kunt maken door wat dingen extra weer te benadrukken en extra weer te trainen op dingen. Dat hebben we dit jaar ook wel gezien. Dat we vaak na een mindere wedstrijd toch de volgende wedstrijd vaak weer juist beter speelden. Martini Sport organiseert een aantal netwerkavonden en ze besteden ook heel veel aandacht aan voeding. Hoe besteed jij daar aandacht aan? Nou, we hebben bij Groningen een diëtist in dienst, die ook geregeld met de spelers praat, die ook presentaties geeft. Natuurlijk, jongens die wat langer spelen in betaald voetbal zeker, die weten ook wel wat er goed is en wat er minder goed is. Wij proberen bijvoorbeeld in de bus, na afloop van een uitwedstrijd, we proberen ook altijd te zorgen dat er goed eten is voor de jongens. Ik ben er ook wel veel mee bezig, ook wel met alternatieve dingen. Zoals wat? Gezond leven. Zoals wat? Alternatieve dingen? Nou ja, kijken wat bijvoorbeeld andere culturen met voeding doen. Hoe het voeding vroeger was. En er wordt ook veel onderzoek naar gedaan nu. Ja, Martini Sport besteedt, behalve veel aandacht aan voetbal, ook aan andere sporten in Groningen en omgeving. Veel topsport. Flames doet het natuurlijk hartstikke goed, staan bovenaan. Lycurgus staat bovenaan. Jullie doen het heel erg goed. Ga je ook regelmatig kijken naar bijvoorbeeld Flames of Lycurgus? Nou, als ik kan, ga ik wel eens kijken. Het is natuurlijk ook geweldig voor Groningen dat al die teams het goed doen. Hè? Mm-hmm. We worden een echte topsportstad op deze manier. Dus dat is natuurlijk vooral voor de fans en voor iedereen die met die ploegen en met die clubs te maken heeft, is dat natuurlijk een geweldige boost. Ja, kun jij ook zaken uit andere sporten halen die jij zelf kan betrekken in jouw sport? Bijvoorbeeld ook misschien wel trainingsvormen? Nou ja, ik probeer wel altijd natuurlijk zo goed mogelijk overal naar te kijken. Het hoeft niet alleen een andere sport te zijn. Dat kan ook bijvoorbeeld hoe gaat een bedrijf om? Hoe gaat een afdeling in een bedrijf om met zijn mensen? Ja. Hoe proberen ze de mensen te motiveren, te stimuleren? Mm-hmm. Nou, daar zitten best soms initiatieven bij of er zitten ideeën bij waar je misschien als sportteam ook wel iets mee kunt. Ja. Gun jij jezelf ook tijd om hiervan te genieten? Ah, je moet er ook van genieten. Dat hoort ook bij dat loslaatproces, denk ik. Dat, als je dat helemaal niet doet, dan trekt het ook alleen maar kracht uit je weg, denk ik. En, juist dat je mensen positief over de club hoort praten, dat je hoort dat er weer nieuwe seizoenkaarten bij komen. En dat geeft juist ook aan ons als spelers, maar ook als trainers, geeft het ook weer juist die positieve impuls. Dan zijn we bijna aan het einde van de omloop. Jij bent de eerste gast van Rondje Urenborg van Martini Sport. Een hele eer. Wat vind je van het initiatief, van dit idee? Nou, ik vind het sowieso goed. Ik vind het ook zo'n netwerkavond, wat Martini Sport natuurlijk organiseert, goed om mensen bij elkaar te brengen. Ja. Ik geloof daarin. Je moet mensen bij elkaar brengen om met elkaar te laten praten. Het is wel de kunst dan om ze ook effectief met elkaar te laten praten. Ja. Dat je kennis uit kunt wisselen. Nou, en als je dat doet, en je begrijpt elkaar allemaal beter. Je leert van elkaar, ja, dan wordt alles wat je met elkaar doet wordt ook veel makkelijker. En, ja, dus zullen heel veel dingen ook soepeler lopen. Binnenkort hebben we het volgende gesprek. Met wie zouden wij het volgende gesprek moeten gaan voeren als Martini Sport zijnde? In jouw ogen? Nou ja, als het dan uit de sporthoek zou moeten komen, dan zou ik zeggen, we hebben het net over de andere clubs in Groningen gehad die het goed doen. Nou, ik weet uit ervaring dat er ook jongens bij zitten die ook een goed verhaal hebben. Ronald Zootsma bij Lycurgus, Marco van den Berg bij de Flames. Dus ik zou dan voorstellen om een van die twee te nemen.
wat ik zeg, wat voor mij de reden was geweest om dit te sponsoren. Niet om andere sporters of wat dan ook, maar gewoon ja, de contact die wij hebben gemaakt bij Martini Sport. Bij die netwerkavonden. Ja, daardoor is een beetje het verhaal gaan lopen wat voor mij een extra dimensie, een extra gevoel erbij heeft gebracht. Maar jij bent ook een vaste bezoeker, hè, van de netwerkavonden. Ja, ik ben echt ook al... Je gelooft ook in netwerken? Nou, het gekke is, ik deed het nooit zo, maar ik heb wel gewoon gemerkt, omdat... Waarom juist bij Martini Sport? Ik heb ook bij anderen gezeten, ik ga geen namen noemen, maar... Hè, maar gewoon, ik vind de laagdrempeligheid en het vrije, het sociale, je ziet toch dat sport en verbroedering... Je hebt sneller een leuker en een ontspannender contact. Als je allemaal ondernemers hebt die daar een beetje los van staan, die lopen toch iets meer, vind ik, met de neus in de wind. Ik ben ondernemer van dit en wat ben jij en je bent gauw. Maar juist door de sport geeft het een heel lekker laagdrempelig gevoel, gewoon goed. Ik heb een open keuken, mijn hobby is koken in het weekend. Als ik niet het contact direct met de mens zou hebben en ik zou niet zien hoe jij zit te genieten van mijn bord eten, stop ik morgen als kok. Dat is mijn salaris. Mijn salaris is hoe iemand van mijn eten kan genieten en niet in de maling nemen. Verse dingen, lekker spul, betaalbaar. Mensen komen daarvoor. En dat is net als hier. Je bent een normale jongen, hij geeft de mensen eigenlijk het voetbalspelletje is. Eigenlijk zie je het gewoon weer terug. Wat ik het leuk vind van Groningen is dat je gewoon voetballen ziet. Het is een beetje niet meer het gekochte spelletje echt. Het is echt gewoon weer, het is een beetje meer het vrijere voetbal wat jij erin brengt. Dat vind ik prachtig. Nou ja, wij doen ons best. We willen in ieder geval, vind het ook belangrijk dat de mensen een leuke middag hebben of een leuke avond hebben op het moment dat ze naar Groningen komen. En nou ja, wat dat betreft, hey, jij zou zo mijn baan ook over kunnen nemen volgens mij. Want het gaat om dezelfde insteek, het gaat om dezelfde voorwaarden scheppen. En nou, ik heb het in het interview ook aangegeven. Eigenlijk heb je heel veel overeenkomsten in het bedrijfsleven, in het sport. Gewoon het omgaan met groepen mensen. Ja. Succes is wat je doet, hoe je bent en blijf lekker jezelf. En daar drinken we op. En proost. Fijn je weer te zien. Fresh.